Ik ben net vorig jaar 20 jaar in dienst. Vorige maand 20 jaar in dienst. En dan hoor je dit nieuws. Denkt u dat het ook echt afgelopen is nu? Ik hoop het niet. Ik heb het een keer 10 jaar geleden ook een keer meegemaakt. Toen is het ook uiteindelijk goed gekomen. Dus ja. Ik kan wel negatief doen, maar ik hou mijn hoofd positief. Wat zou het voor u betekenen als hij echt dicht gaat? Zo, ja, vervelend. Heel erg vervelend. Maar dan moet ik helemaal naar Almere of Emmeloord, weet je, elders. Maar ja, gaat ook dicht, hè? Ja. Dus ja, wat moeten we doen? Als je toch spoed hebt, ja, je woont hier 2 minuten vandaan. Ja. Anders moet je er snel weg over. Ik hoor ook wel mensen met eenoudergezinnen met toch hoge lasten. En wij horen dat we nu pas mogelijk over 6 weken salaris gaan krijgen. Die dat gewoon echt mee in de problemen komen. En dat vind ik wel heel erg. Ja, ik denk dat er wel wat investeerders nog komen, hoor. Ik denk niet dat ze helemaal... Ik denk dat het goed komt. Ja, het zou wel moeten. Ja, als je dat mij vraagt, dan zeg ik ja, ik geloof op een doorstart. Maar in een andere vorm. We kunnen hier niet zonder die heel veel zorg. Ja, ik denk zeker dat er wel investeerders zouden zijn die nog wel wat zullen doen voor ons. Voor het ziekenhuis, nou niet voor mij, maar voor het ziekenhuis. En dus ook voor u, want u bent inwoner van Lelystad. Ja, dat denk ik wel. Ja.